Nou, ik was bij de voetbal aan het werk en toen kreeg ik het benauwd. En toen kreeg ik druk op mijn borst. En dan ging ik 10 minuten zitten en dan ging het weer. En dan ging ik weer verder. En toen ging ik de andere dag ging ik boenen en dweilen. En toen kreeg ik het weer. En toen had ik mijn huisarts gebeld, maar die nam niet op. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen heb ik gebeld en toen kon ik woensdags komen bij die dokter. En toen zegt die dokter, wat scheelt er aan? Ik zei, nou, ik heb druk op mijn borst en benauwd. Hij zei, nou, als je gaat maar naar Bleuland. Hij zegt, en dan kijken ze daar wel wat er aan de hand is. Dus ik op mijn brommetje in de Gouden toe. En ik had mijn brommer neergezet. En op een gegeven moment moest ik er eentje lopen. Toen kreeg ik het weer. Nou, toen kwam ik dan bij de eerste hulp. En toen moest ik op mijn bed gelegen. Toen werd er bloed afgenomen en een hartfilmpje gemaakt. En toen bleek dat ik al 3 hartinfarctjes gehad had. Dus. En toen kwam ik natuurlijk in Den Haag terecht. Nou, het is me 100% meegevallen. Echt waar. Ik werd wakker. Het enige wat ik nog weet is dat die leidingen eruit getrokken werden. Dat deed wel erg zeer. Dat is het enige wat mij heel zeer gedaan heeft. Maar voor de rest is het me zo meegevallen. En de derde dag liep ik alweer op de gang. Ah, schitterend. Echt geweldig. Ze leggen het allemaal goed uit. En ze komen in je bed en alles. En het is me zo meegevallen. Ja, en de kamer, schitterend. En die mensen die komen vragen wat wil je eten. En allemaal uitleggen. En dat was echt geweldig. Heel goed. Ja, ik doe alles weer. Ja, ik fiets veel. En ik werk bij de voetbal. Dat blijf ik doen. Dat heb ik altijd gedaan. Ze verklaren me voor gek, maar ik blijf het doen.